Hallo, ik ben Elise en ik ben oud-leerlingen aan KA Mallen. Leuk dat je dit filmpje kijkt. Momenteel ben ik grafisch vormgever van opleiding, maar ik heb toch besloten om verder te studeren en ik doe nu informatiekunde. Dat is eigenlijk een mix tussen bedrijfskunde en informatica. Informatica, hierover gaan we het hebben in dit filmpje. Informaticabeheer, dat heb ik gestudeerd aan KA Mallen. Deze richting heet nu IT en ontwikkeling. Het gaat heel moeilijk worden om IT en ontwikkeling te zeggen in plaats van informatica beheer in dit filmpje. Ik ga mijn best doen. Werd mij gevraagd om de leuke dingen van IT en ontwikkeling op te noemen. Eigenlijk is dat alles. Want al van kleins af aan heb ik een groot interesse getoond in alles wat met computers heeft te maken. Dus daardoor was IT en ontwikkeling de ideale studierichting voor mij toen dat ik moest kiezen. Dus als je net zoals ik zo'n grote passie hebt voor computers, dan is er eigenlijk geen andere keuze dan IT en ontwikkeling. Want je leert eigenlijk alles van wat met computer heeft te maken. Dus echt de perfecte basis als je informaticus wilt worden. Je leert bijvoorbeeld hoe dat je een computer in elkaar kan steken, dus alles over de hardware. Die computer achter mij, die heb ik zelf in elkaar gestoken met de kennis die ik van IT en ontwikkeling heb meegekregen. Dus als jou dat echt aanspreekt, om computers zelf in elkaar te steken, dan is er eigenlijk echt geen andere richting die je moet kiezen. Je leert ook gewoon alles over software, dus databanken, hoe dat je websites moet coderen, programmeren in het algemeen. Dat is allemaal wat je leert in deze richting. Dus echt gewoon de perfecte basis voor als je verder wilt studeren of dat je als informatica aan de slag wilt gaan naar deze studierichting. Als je verder wilt studeren, dan kan je, zoals ik bijvoorbeeld, informatiekunde doen. Je kan ook grafisch vormgeving doen, dat heb ik ook gedaan. Het is iets minder technisch. Je kan gewoon informatica doen. Je kan, de mogelijkheden zijn eindeloos eigenlijk. Want in deze richting krijg je ook een heel goede basis van economie mee. Dus je kan bijvoorbeeld ook bedrijfsmanagement doen of bedrijfskunde of heel veel opties. Voor mij is er geen andere richting dan IT en ontwikkeling, maar aan jou is de keuze. Maar verder wens ik je nog heel veel succes in je zoektocht naar de ideale richting en tot ziens!